Ik heb een vraag. Ik ben vader van een dochter van 4. 4, kom maar. En zij is besmet. Dat is een beetje Sinterklaas. Vader van dochter van 4. Applaus. Heb je maar één dochter? Als het goed is. Ja, dat vind ik heel correct. Jouw vrouw is hier? Nee. Nee, heel verstandig dat ze dat niet hoort. Nou. Maar zij is sinds Roland Garros, de afgelopen Roland Garros, idolaat van tennis. Dat gaat over. Ja, dat is nou pas week na Roland Garros. Maar je bedoelt... Ik had een vraag toch? Maar nou komt Wimbledon. Ja, ja, precies. Dus pas op, vertel. Ja, dat... Maar zij heeft me erop uitgestuurd hier naartoe. Ze heeft een kaartje gegeven aan mij voor Vaderdag, want zij weet dat ik van tennis hou. Ze zegt, papa, ga er nou eens uitzoeken. Want ik wil wel die top 100 in. Wat kost jou dat nou? En aan wie vraag je dat? Nou zijn we... Alle vier zijn we nou zeer geïnteresseerd. Wij zijn alle vier in die vraag zeer geïnteresseerd. Ik wil alleen zeggen, zij, hij zal binnen, hij heeft dat niet meer nodig. Ik heb twee kleine kinderen. Ik zou het vinden heel interessant gesprek. Maar ik kan niet meer eigenlijk. Ik ben te oud om les te geven. Maar nu krijgen we een reëel beeld. Krijgen we gewoon keiharde cijfers. Keiharde cijfers. Want dan weet ik zeg maar wat ik zal nu een carrière switch maken. Ja. Heel simpel. Je kind van 0 tot 18 gaat je 100.000 euro kosten. Als kind. Als kind. Alleen op training. Nee, een kind. Nee, ook als die niet tennis. Ja. Als die niet tennis. Als die niet tennis. Oké. Okay. Okay. Plus 60.000 en je bent er. Oké, ik ga weg. Nee, maar je kan dat ook zien. Sowieso kost het kind tot haar 18e 100.000. Dat heb je net gehoord. En dan tennis die niet. Dan valt ze in verkeerde handen. Hè? In die tijd, want ze tennis niet, dus ze heeft tijd over. Ja. Dan is ze 18. En terwijl de tennisopleiding 60.000 heeft gekost, weet je hoeveel dat kost allemaal die psychiaters, jeugdzorg. Dat is gewoon, dat loopt. Dat is 200.000 en dat komt toch nooit meer goed. Maar ik heb er nog wel een ik kan, het is wel, laat maar zeggen, de investering als persoonlijkheidsontwikkeling, als je bij een goede professionele aanpak zit, dan is er een persoonlijkheidsontwikkeling die heel sterk is. Plus datgene wat je werkelijk overlaat, of iemand nou tennisleraar wil worden, maar de worst case scenario, dat is echt nul. Stel dat ik het geld niet heb. Ja, die 60.000. Hoe gaan jullie dat dan regelen? Of gaan jullie dat niet regelen? Nou, moet ik mijn dochter dan gewoon op schaken? Of schaken ze wel gaan zoeken? Ja, schaken is als de return is dan niet zo. Kost gaat. Kijk, zo, als ik het goed begrepen heb, maar ik heb gelukkig geen dochter. Als je één van haar nieren verkoopt. Oh. Ruggenmeer, nog beter. Nee, maar dan kan ze niet serveren. Ah, ja, dan, zelfs als ze dan zonder spin serveert. Dus dat gaat wel. Nee, zo is het. Dus dat zijn harde cijfers. Dat is echt. Dus ik zou het zo aanpakken, ja? Als ik jou was. Jouw dochtertje houdt van jou, denk ik. Hè? Ja. Nou, ik zou gewoon niet vanavond. Ik zou zeggen, nou, ik zou je het verslag uitbrengen, maar niet vanavond. Morgen, overmorgen, later. Zij blijft navragen of niet? Ja. Als ze niet na blijft, je laat haar nog Wimbledon kijken. En zij blijft vragen, maar wat hebben die heren gezegd? Hoe moet dat, hoe kan het? En dan neem je haar op de schoot. Want dat doe je nog, nee? Want ze is klein. Oké, en dan zeg je, schat, wij zijn te arm. Je mag geen kampioen worden. Kijk, en stel je voor dat ooit iemand tegen Einstein heeft gezegd, jij, Nobelprijs, relativiteitstheorie, wij zijn te arm. Jij kan geen Einstein worden. Je heet wel Einstein, maar wij gaan jou tegenhouden. Einstein is niet tegen te houden. Jouw dochter, als ze Navratilova is, of als ze, hoe die meisjes vandaag eten, dan is ze niet, Sharapova is niet tegen te houden. Of, nou ja, of die Romeinse nu, hè? Die finale speelde, prachtig. Nou ja, kijk, die heeft haar borsten laten verkleinen om top te halen. Wil je dat jouw dochter eventueel in de toekomst vanwege tennis
borsten laat verkleinen, of wil je liever dat ze ze laat vergroten voor de buurjongen? Ja, dat zijn allemaal, kijk, dat zijn allemaal beslissingen die jou als vader te wachten staan. Begin met haar die tennis. Schrijf een brief aan hem, vraag hem, loop hier af, maak aantekeningen. Kijk die mensen en zeg, ik wil mijn dochter helpen, want die speelt iedere dag tegen de muur. Nou, en dan komt dat wel goed, zonder die gaan. Maar het moet wel van haar uitgaan, en als dat zo is, dan dit geldt voor Jan en Alleman. Wanneer de ouders willen dat de kind tennis en de kind luistert. En als we met meisje te maken heeft die wil tennissen, ja, hoe hou je haar tegen? En als dat dat meisje is, dan haar heb je helemaal niks tegen. Oké? Okay? Alsjeblieft. Succes en veel liefs voor je dochtertje. Hoe heet ze? Ruby. Onthoud dat naam, jongen. Ruby. Achternaam? Teunissen. Teunissen. Nou, kijk eens naar een Nederlandse naam ook nog. Dat zou toch mooi zijn. Nederlandse naam. Volgende.